Yes, we staan hier bij Fashion, waar op dit moment achter mij een textielworkshop gaande is. Die textielworkshop wordt gegeven door BC Marquez, die ook, zoals jullie misschien herinneren, de choreograaf was van de fashion shows. We hebben natuurlijk al even met hem gesproken en we gaan nu even kijken wat hij allemaal aan het doen is en wat vragen stellen. Kom! We zijn hier samen met Faith en met PC en zij hebben samen de textielworkshop hier. Kunnen jullie eens vertellen, wat is jullie connectie? Wat doen jullie samen? We hebben een kledinglijn, de naam Steven Blanco. Wat wij doen is, we verschilderen op kleding. Niet alleen beschilderen, we maken ook kleding van scratch. Modeshows, we geven workshops. Customizing. Dus op aanvraag doen we ook heel veel. Ja. Precies. Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? Dat dansen eigenlijk. Ja. Ik had zelf een webshop waar ik eigenlijk met van Glisco stoffen moderne kleding maakte. En die hielp mij heel veel met de foto's daarvan, zeg maar. Dus uiteindelijk, ja, door heel veel samen te hebben gewerkt, hij was klaar met zijn studie. Dankjewel. En vroeg hij mij van, ja, de connectie is goed, vibe is goed. Ja. En samenwerking is goed, zullen we Steven Blanco samen gaan doen? En ja, ik vond het in het begin wel heel eng. Want het was, ja, ik zat in loondienst en webshop ernaast. Uiteindelijk werd goed overleg, goed gepraat we gaan let's go. En het is, binnen no time is het echt iets te snel inderdaad, ja. Iets te snel, maar uiteindelijk zijn we op niveau aan het inhalen. Dus we zijn nu ook meer aan het genieten van wat we doen. Eerst was het werken. Want besef, je bent 100% aan het geven en je krijgt 200% terug. En dan ga je extra stress van hoe gaan we die andere 100 bijpakken. Dan moet je omgaan met dit succes. Ja, precies. Ja. Eigenlijk, laten we heel eerlijk wezen, dat is wel super tof. Ja. Daarvan kunnen we niet klagen. Nee. Van Zuma naar dit? Ja. Maar jij komt van het Zuma College. Ja. Heb jij ook iets? Ik heb ook Zuma Fashion gedaan. Kijk. Ik heb het niet afgemaakt, want op een gegeven moment dacht ik van, ja, wat kan ik hier al mee doen later? En ben ik van opleiding geswitcht en het bleef wel altijd in mijn achterhoofd van, ik wil iets met fashion doen. Dus vandaar dat ik op mijn webshop ben gestart. Ja. En uiteindelijk ben ik toch in fashion beland op latere leeftijd. Fashion bij haar was altijd aanwezig. Ja. Zelfs manier van kleden, manier van praten. Maar ja, ik wist al meteen van jij moet dit weer. Ja, precies. Helemaal tof. Hey, en vandaag hebben jullie hier een textiel workshop. Yes. Ik heb net al een beetje gekeken. Ik zie t-shirts, ik zie tote bags. Ja. Wat gaan mensen doen? Ja, het is wat wij eigenlijk doen is, wij proberen zoveel mogelijk mensen te inspireren. Ja. Dat kunst wel echt de new thing is. En, hier kunst is er altijd wel geweest, maar we geven een bepaalde draai ook dat deze generatie er ook in meegaat. En kunst op kleding. En dan met de gedachten erachter en al die dingetjes. En dat gebeurt dan. Ja. In de workshop kan mensen met hun eigen creaties, kan ze dan op een canvas of op een tas of op een t-shirt proberen te zetten. Ja. En daarin, Het zag er heel graag uit en er worden ook echt mooie dingen gemaakt. Ja, dat klopt. Waarvan je denkt, dit gaan mensen dragen. Laten we even op Steven Blanco erop zetten. Een paar hadden al gevraagd van, wil jij je naam erop schrijven? Oh. Het geval als het dadelijk heel groot is, dan heb ik al iets meer. Het is een succes nu al. Dus het is ook heel mooi om te zien dat ze echt hoe ze te werk gaan. En, tijd nemen voor de creaties. Ja, en de rust. Ja. Ook al is het hectisch. Zeker. Waar kunnen mensen thuis jullie vinden? We hebben een Instagram, dat is Steven Blanco Art. We hebben een webshop, www.stevenblancoart.com. En we hebben een winkel hier beneden in de Heuvelgalerie samen met drie andere coole arty bedrijven. Op de nieuwe MSC 28, ook in Eindhoven, is een lidstudio. Daar verkopen ze heel veel van ons ook. Dus check it out. Ja. Zeker. Dus Eindhoven.
Ja, eindelijk. Wie, inderdaad. Hey, hartstikke bedankt. Ja. Heel veel succes. Yes. En hopelijk krijgen jullie het allemaal bijgebeten en kunnen jullie gaan genieten van dit rol. Inderdaad, dankjewel. Dankjewel.